Zoals de stoma-premie. En de premie niet voor degene die de zorg nodig heeft, maar diegene die dat verzorgt. Omdat blijkt dat degene die dat verzorgt vaak niet een stukje van de al bestaande mantelzorgpremie krijgt doordat de overheid wordt uitgereikt. Dus als je zegt van ja, deze zijn kruimels, ja, dan was er vorig jaar helemaal niks. Hè. Dus het is een begin. Hè. Dat je meer afvallen en dat je dan een tussenkomst krijgt. Dat staat, maar nu dat je een stoma hebt. Dat staat ook zo in de stukken. Hè. Het is een tussenkomst, net zoals. Ja, dat vind ik eigenlijk wel straf. Het staat zo in de stukken. En ik zeg het inderdaad anders, maar ik weet verdorie goed wat een stoma is en wat het met zich meebrengt. Uit mijn nabije omgeving, dus ik kon dat zeker nooit onrespectvol gebruiken. Oké, nog tussenkomst. Jaar wordt gevraagd om de projecten met inschrijving en toelichting voor 15 augustus bij de secretaris van het Gros per mail of per brief te bezorgen of af te geven op zijn bureau. En dat verliep altijd vlot. Nu, in 2016, kwamen twee projecten te laat binnen. Een project uit Peru van Christina Reimer. Dat kwam per brief 2 dagen te laat binnen door omstandigheden ter plaatse in Peru te duiden. Een tweede project van Vos in Bolivia, door internetproblemen in de vakantieplaats van de indiener, zodat de mail niet kon verstuurd worden. Op de vergadering van de Gros van 12 september, om 20:15, werden al de 12 projecten door hun indieners vastgelegd, voorgesteld en toegelicht, zoals jaarlijks de gewoonte is. Een werkgroep met de voorzitter van de Gros, de vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen en 2 leden die toetsen de projecten aan de opgestelde voorwaarden. Ze scoren en beoordelen en doen een voorstel tot een subsidieverdeling aan het college. Maandag 10 oktober in de vergaderzaal van het OCMW vergadert de Gros terug en de voorzitter stelt de verdeling van de budgetten voor aan de 10 projecten. De 2 laat-tijdig ingediende worden niet betoelaagd. Vermits het hier over geld gaat, dat integraal naar het project in het zuiden gaat, zeer nuttig besteed wordt en dat erg nodig is, wordt door de aanwezige leden geprotesteerd om deze 2 uitgesloten projecten toch te betoelagen. En hierover wordt gestemd en een meerderheid gaat akkoord. De voorzitter herberekent en 12 verenigingen worden betoelaagd. Het opgemaakt verslag gaat naar het college voor aktename op het college van 25 oktober. In het college van 15 november geeft het college dan geen goedkeuring aan de voorgestelde verdeling van de budgetten. En dan 10 dagen later krijgen we allemaal, alle leden, de brief, alleen toekenning van subsidies aan de 10 en een besluit dat bij dag zal vergaderd worden telkens om 10 uur 's morgens. Een voorstel dat wij van de schepen van ontwikkelingssamenwerking niet verwachten. De leden van de raad zijn alle vrijwilligers. Velen met een fulltime job, een dagtaak. Een belangeloze inzet voor hun vereniging en project. Vrijwilligers moeten ondersteuning voelen. De schepen steunt hen hier niet. In het college moest zij een andere stelling aannemen en moest zij een stelling van de Gros verdedigd hebben. Zij woont de Grosvergaderingen bij en zou moeten weten hoe de vrijwilligers werken en zich volledig inzetten voor hun project. Maar, dames en heren, gelijktijdig wordt in het college dezelfde problemen ervaren met 2 socio-culturele verenigingen die om 1 te laat ingediend een foute info bezorgd, door de cultuurraad negatief beoordeeld worden en ook geen subsidie krijgen. Deze 2 hebben ook bezwaar geuit, maar dat rechtstreeks aan het college. En op 12 november kregen zij alsnog 75% van de toelage. Met
een berispende vinger om de reglementering voortaan stipt te volgen. Onze twee verenigingen gaven hun bezwaar en uitleg in de kost zelf. Waar een stuk solidariteitsgevoel heerst met totale en grote interesse voor vooruitgang en verderzetting van het project in het centrum. Deze twee verenigingen zullen nu ook bezwaren indienen, met hoop op een goed gevolg. Toch nog melden, geacht college, dat de statuten van de GROS, artikel 7, zegt: de voorzitter roept de GROS bijeen met datum, uur, agenda en plaats van vergadering. Wij wensen, wij willen dat die teruggeagendeerd wordt in een college in 2016 en het advies van de GROS-vergadering van 10 oktober aanvaard wordt. En laat de seniorenraad om 10 uur vergaderen. Zij zijn massaal aanwezig. Maar respecteer, bewonder en steun onze vrijwilligers die opstaan voor het zuiden. Monique, bedankt voor uw tussenkomst en met alle respect voor uw recht om punten te agenderen. Maar ik vind wel uw toelichting vrij sumier ten overstaan van wat je nu allemaal zegt in deze raad. Hè. Zeven Hendricks. Voor een groot stuk tijdens uw betoog heb je het over de vrijwilligers en de appreciatie van deze vrijwilligers die dat we werken voor allerlei projecten in het zuiden. En was eigenlijk initieel de vraag van de tussenkomst op papier, tellen die vrijwilligers dan niet? Ik ging ervan uit dat dat een retorische vraag was. Meende dat nu dat je dat vraagt? Dat die vrijwilligers niet tellen? Uiteraard tellen die. En wij werken hier allemaal, en in de meeste raadsleden toch, met heel veel vrijwilligers in allerlei raden, projecten. En dat is onze kol, hè, die daar alles aan elkaar laat plakken. Dus uiteraard vind ik die zeer belangrijk. Nu, uw betoog is sterk, maar weinig mensen hier aan tafel weten hoe dat die vergaderingen van de GROS effectief verlopen. Momenteel is men dan ook aan het nadenken om de reglementering voor subsidiëring aan te passen, op vraag van een aantal leden, onder begeleiding van de provincie. Het zou mij niet verbazen dat daar mogelijk uit zou komen: misschien moeten we die verplichting tot vergaderen niet meer koppelen aan een voorwaarde tot subsidie. Want de animo tijdens die vergaderingen is soms toch wel ver te zoeken. Ik heb een aantal antwoorden gekregen op inderdaad mijn nogal stoute brief die ik heb gestuurd naar de grosleden van: we vergaderen nu in de dag. Heb ik er een aantal reacties op gekregen die dat eigenlijk gewoon zeggen van: we zitten hier eigenlijk gewoon voor de centen. En als de verplichting er niet meer is, komen we niet meer. Oké, we nemen dat mee in onze denkpiste. Allee, niet we, de GROS moet zoiets dan maar meenemen in de denkpiste om rond die reglementering te werken. Nu, ik ga niet antwoorden over het stukje rond het advies dat we als college niet hebben gevolgd van een adviesraad, hè. Dat laat ik ze niet eventjes over aan de burgemeester. Maar waar ik wel op wil wijzen is: het is inderdaad zo dat de voorzitter de uren, dag en moment bepaalt dat de GROS vergadert. Dus mee zeg ik: ik heb een stoute brief gestuurd, ik geef dat toe. Dus als hij zegt van: oké, we gaan terug naar avond of voor mijn part zondagmiddag, omdat dat iedereen beter past. Oké. Maar, en ik denk dat jij dat ook goed hebt aangevoeld, de laatste vergadering, de houding van de grosleden ten opzichte van de ambtenaar die dat wij afvaardigen vanuit de gemeente om die groswerking mee te ondersteunen, ik vond die ondermaats.
mijn wangen bloosde in andere mensen hun plaats. Als je dan nu op die ambtenaars in een bureau langs gaat en dat daar nog van de 6 van ongeveer het dubbel van de projecten nog altijd de flyers en de posters liggen, die dat we wel gemaakt hebben, gedrukt hebben, en, maar die men niet is komen halen, dan stel ik mij heel hard de vraag hoe groot die appreciatie is van de leden ten opzichte van die ambtenaar. Dus als de gros door anders te weinig bezetting liever 's avonds vergadert en de voorzitter vindt dat inderdaad het beste moment, dan moeten die dat uiteraard doen. En dan stel ik voor dat zij tijdens die avondmomenten, lees in overuren, een ad interim secretaris aanstellen. En uiteraard zal de ambtenaar aangesteld door de gemeente de verzending blijven doen van die verslagen, het agenderen van de noodhulpen blijven doen op het college, het agenderen van de verslagen blijven op het college blijven doen met zijn vrouw in de koelen de quiz komen jureren en mee voorbereiden en zal dat uiteraard deel van zijn taak blijven. Maar ik vind uit respect naar hem, vind het echt niet kunnen. En dat is eigenlijk wat ik wou zeggen over het stukje vergaderen en het stukje rond het advies zelf, burgemeester. Ik ken altijd van alles mislopen, dat weet ik ook, om bepaalde subsidiedossiers binnen te brengen. Dat gaat over 12 verenigingen, als ik me dat goed herinner. Er waren er 10 van op tijd. Daarna is er gestemd om die 2 die te laat waren er toch bij te doen. Blijkbaar is die stemming zeer nipt verlopen, maar toch is er gezegd van oké, we geven iedereen gelijk. Waarop natuurlijk een aantal verenigingen die wel op tijd waren, gereageerd hebben en komen vragen zijn gemeentebestuur, waarom hebt u een reglement? Wij zijn op tijd en wij krijgen nu effectief minder geld omdat er anderen zich niet aan het reglement hebben en worden voorgetrokken. Ik heb tijdens de uitreiking van de cultuurraad het geluk gehad om met mensen te praten die de Peters en de Meters, zal ik die maar noemen, waren van die projecten. Die konden die argumentatie goed begrijpen. Die vonden het wel jammer dat de andere verenigingen van de Gros dat niet direct aan hen zelf hadden gemeld. Ik heb die voorgesteld om de volgende Grosraad die solidariteit daar te vragen. Mij maakt het geen sikkepiet uit naar waar dat geld gaat, als dat maar goed besteed wordt. De gemeente heeft dat budget voorzien. Ik wil dat volledig uitkeren conform de afspraken. Maar ik stel voor dat ze binnen de Gros, als de solidariteit daar toch zo groot is, dan zelf maar zeggen, u krijgt zoveel op de rekening, wij sturen ieder van ons een deel door naar de partij die te laat waren. En dan houdt de gemeente zich aan de reglementen. Dan zijn de protesterende verenigingen mogen dan nog altijd zelf kiezen hoeveel hun solidariteit gaat. En geen niet te laat waren, krijgen met wat geluk exact het bedrag dat de voorzitter heeft voorgesteld. Ik denk dat je dat zo op de beste manier oplost. Die mensen van dat één project waren er al mee akkoord. Het andere project, die heb ik daar nog niet over gesproken. Maar ik vermoed dat u die wel kent, dus ik hoop dat die er ook wel met dat compromisvoorstel akkoord zullen gaan. Ja, dat solidariteitsgevoel is er zeker. In de stemming gaf aan dat er een meerderheid was, dus dan zal het met dat budget geschoven worden onderling. Dat is duidelijk aanvoelbaar. Ik zou dat zelfs voorstellen om in goede vrede en met respect voor de reglementen allemaal samen terug verder te gaan. Waarom kan het dan voor de socioculturele verenigingen wel? Is het toevallig behandeld in dezelfde collegezitting? Omdat daar niet echt een signaal kwam van andere verenigingen die expliciet zeiden van hé, u raakt ons of ons in onze werking. Dat is geen solidariteit. Dus ik verwacht nu de bezwaren van de 2... Die zullen wel al binnen zijn en ik ken iemand die ze persoonlijk is komen afgeven. Ik heb die met veel plezier wel en ook een aanleg gegeven en die konden die in ieder geval begrijpen. Maandag hebben we natuurlijk vergadering. Oh.